Het is bovenop de muur van Hoei al vroeg zoeken naar een plekje. Dat komt door deze benen. Het is wel weer lekker hoor. De regenboogtrui is terug. Marianne Vos. Rustig deelt ze handtekeningen uit en kalm krijgt pa een hand. Maar van binnen is er de spanning. Je zei dat je nerveus bent. Waarom? Je bent nog Marianne Vos. Nou ja, juist daarom misschien wel. Marianne Vos is altijd wel een beetje gespannen. En de eerste wedstrijd voor van het seizoen. Dat is altijd afwachten waar je staat natuurlijk. Ik heb een goede voorbereiding gehad. En ik ben blij dat ik hier weer bij het team kan aansluiten. Vos stroopt niet voor niets later in. Het klinkt gek omdat ze alles zo'n beetje won. Maar Vos was vorig jaar nooit echt fit. Roofbouw. En daarom volgen nu een aantal maanden verplichte rust. Op een gegeven moment worden alle pijntjes gewoon. En dan gaat het erbij horen. En uit dat termijn hebben we er willen halen. En dat is tot nog toe gelukt. Ja, ik heb na het crossseizoen iets langer rust genomen. Juist ook om niet van seizoen in seizoen steeds weer door te rollen. En in de ombouw richting de volgende Olympische Spelen. En ook gewoon verder in mijn carrière iets langer rust. En nu deze opbouw. En het voelt al goed. Ik voel me nu goed. Marianne Vos deed lang mee in de Waalse pijl, maar eindigde uiteindelijk als zesde. Het is heel mooi dat ik weer van voren mee kon doen. En ik had van tevoren mijn twijfels toch wel een beetje zenuwachtig. Van, kan ik in de finale nog mijn werk doen? En ik voel me in ieder geval fris. En na deze opbouwperiode ben ik er echt klaar voor om er tegenaan te gaan.